Ja, het was eigenlijk heel schitterend. Dus ik kwam hier met mijn veel plezier aan de start. Ik heb hier vorig jaar mijn eerste wedstrijd in de Europese trui gedaan. En het was van het jaar mijn laatste ook na een jaar die een trui te dragen. En tijdens het rondrijden merkte wel dat publiek dat dan ook weer zie. Want er was enorm veel publiek aanwezig en er werd enorm veel naar ons gesupporterd. En ik hoorde toch ook heel vaak supporters voor mij. En dat is echt wel heel leuk om op die manier afscheid te nemen van deze trui. Het was heel moeilijk om je eigen krachten in te schatten. Via de ploeg en via alle mensen wordt er dan meegedeeld dat je echt wel moet indelen. Want omdat er de eerste ronde snel gereden wordt, is het meestal iets over het uur dat we op zo'n parcours koersen. Maar eenmaal over je toeren is het moeilijk om terug in het tempo te komen. En dan zat ik in de kopgroep met een paar heel sterke renners. Hier en daar waren toch een paar tricky bochten. En uiteindelijk kun je dan op kop altijd je eigen lijnen rijden. En ervoor zorgen dat je eigen ding doet. En dat is dan uiteindelijk gelukt. En in mijn tweede plaats kan ik heel tevreden zijn. Bijzonder eigenlijk. Ik moet ook zeggen, het publiek vandaag was ongelooflijk. Het was alsof dat je in een arena hier rondreed. Het was ongelooflijk. Alsof dat je de hele tijd in de put van Zonnehoven aan het rijden was. Maar dan op de kop een berg constant. Geweldig. Het was loodzwaar. Ik moest bekomen van mijn start. Ik had uiteindelijk toch weer een mooie kopstart doorgetrokken tot boven. En toen moet ik toch eerlijk zeggen, daar plafonneerde ik wel een beetje van. Maar ik wilde toch eindelijk eens een keer die goede start maken. Moest ik toch helaas een ronde bekopen. En toch wel heel snel alweer na één ronde terug voorin. En ik voelde me gewoon heel goed vandaag. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in de laatste ronde echt dacht te gaan winnen vandaag.